Unilever bestaat 25 jaar. En iedereen mag feliciteren, behalve Daan en Tim. Willem Bever, gefeliciteerd! 25 jaar! Woehoe! Wat leuk! Hipper de piep. Hoera. Wat ik ook een heftig filmpje vond, was de vraag van Caroline. Zij wilde namelijk weten hoe een kogelvrij vest werkt. Dus we zijn naar de schietbaan gegaan en dan zit er maar één ding op. Schieten. Nou, dankjewel, Carolien. Gelukkig had ik een kogelvrij vest aan. Want vertel eens, ik zal hem even aan je geven. Wat is je vraag precies? Hoe kan het dat een kogelvrij vest een kogel tegenhoudt? Kijk, zo'n vest wordt gemaakt van dit soort draden. En die draden die zijn enorm sterk. Die zijn wel 10 keer zo sterk als staaldraad. En probeer het maar stuk te krijgen, dat krijg je nooit van zijn leven stuk. Wat we zouden kunnen proberen is een keer jou optillen met zo'n draadje. Ben je er klaar voor? Ja. Daar gaat ze. Wow. Ze hangt hier dus gewoon aan een heel dun draadje, maar wat wel heel stevig is. Van die draad, daar maken ze zo'n lapje van. Een weefsel noemen ze dat. Maar één zo'n lapje is niet voldoende om een kogel tegen te houden. Daar heb je meerdere lagen voor nodig. Dus de 15 en 20 lagen. Zo. En hoe meer lagen, hoe beter het vest natuurlijk is. Hoe kan het dat zo'n dun lapje stof nou een kogel tegenhoudt? Ja. Nou, dat gaan we nu zien. We gaan nu naar een schiettunnel en dan gaan we een testje doen met een kogel om te kijken hoe dat tegengehouden wordt. De kogel komt dus hieruit, gaat door dat gat heen en komt dan in deze ruimte. Ja, vervolgens komt het ooit hier op deze bak. Mag ik het voelen? Ja hoor, dat mag ik voelen. Het is een soort klei. Een soort klei, heel goed. Dus ja. Deze klei, zeg maar, die stelt het lichaam voor. Ja. Nou, dan mag de kogel hier nu in. Ja. Moet je hem hier inzoeken? Even kijken. Je voet, is het warm nog? Nee, helemaal niet juist. Nee. Zo! Zo! Maar met dit vest is de kogel dus niet dodelijk. Maar je hebt dus echt wel een flinke kneuzing, zoals je hier ziet. Ja, deze kogel ging met een snelheid van 1400 km per uur. Juist, en deze gaat met een snelheid van 3000 km per uur. Zo. Dus dat is een enorme snelheid. Het puntje dat hou je niet tegen met weefsel, zoals bij het andere vest het geval was, dit vest wat jij aan hebt. Maar daar heb je iets anders voor nodig. Dat is dan dit, deze stoeptegel. Die gaat op deze plaats, gaat hier in het vest. 3, 2, 1. Zo! Wow. Dat was een klap weer. Dat is echt, dat is veel harder dan bij zo'n normale. Zo. Wow. Hier zie je het tegeltje heel goed, hè? En dan eens kijken. Dat is helemaal niet erg, eigenlijk. Nee, een deukje. Dan kan beter toch iedereen met dit vest lopen. De politie, beveiligers, want dan weet je zeker dat alles stopt. Maar weet je wel hoe zwaar dat het is? Kop doorheen steken. Komt ie. Ja? Hoe voelt ie? Echt heel zwaar. Oh, zwaar. Gaat het? Ja, het is heel zwaar. Ja. Wil je nou het hele filmpje zien of heb je een echte Willem Wever vraag? Ga dan naar willemwever.nl. Adios! Hou je goed vast?